flotte land. Wat is dat? Een Lancia? Nee, ik kan niet deze. Maar heb jij totaal media doofstomheid gebezigd? Je hebt gewoon helemaal niks gedaan? Ja, dat doe ik sowieso een beetje. Ik heb in Griekenland, internet was daar. Nou, we hadden wel internet, maar dat heb ik nauwelijks gebruikt. Ja. En sowieso niet om nieuws te checken. Ik check ook steeds minder nieuws. Ja, dat is sowieso. Ik kijk naar die Evening Edition. Oh ja, die heb ik ook gevonden. Dat is echt een hele fijne... Ik vond hem de laatste tijd iets te veel financieel. Maar ze hebben nu ook een London Evening Edition. Zodat we, als het bij ons avond is, dat wij ook een Evening Edition hebben. Dat is toch wel handig. Oh ja. En die is iets minder... En is die ook ingestoken op de regio waar het dan precies avond is? Nee, het is toch wel wereldnieuws. Het is echt wereldnieuws. Oké, netjes. Ja. Ja, want dat is... Iets meer Europa-minded, denk ik, die London Edition. Oh, zo heet het, de London Edition. Ja. Oké. Ah, dat is wel prettig inderdaad. Dan geef je in elk geval een samenvatting van wat andere mensen denken dat het belangrijkste is. Ja. Ja. Hoef ik dat zelf niet uit te zoeken. Nee, precies, ja. Er zijn nog 3 rijtjes. Het is echt een beetje druk. Ze hebben allebei de pomp opengezet. En dan nog een lange file. Ja. Wij krijgen die niet, hè? Ze hebben net zo'n jasje om de achterruit. Op de wisser van de achterruit, maar die krijgen wij niet. Wij hebben geen wisser op de achterruit. Oh, oké. Oeps. Hoi. Doe maar de basis. Het 8,5 alsjeblieft. Dat wil ik even pinnen. Pinnen? Ja. Ik zal gelijk het raam dicht doen. Daar ligt daarvan. Alsjeblieft. Jo. Kan je mijn t-shirt trouwens zien? Kijk. Altijd van je afmonteren. Perfect. Dankjewel. Geweldig. Kijk eens, fijne dag. Dankjewel. Geen bekende gezichten vandaag. In de Wasstraat. Wel. Nee. Zo. Dus, nou, ik heb nog feedback. Ja. Of tenminste, feedback gekregen. Ik heb toch nog aan een paar mensen gevraagd, zo van, heb je nog gekeken naar de Wasstraat? En regelmatig verwijs ik ernaar, want dan zeggen mensen van, ja, wordt het, ik wil hier meer over weten. Oh, even wachten tot we verder genoeg gaan. Oh ja. Neutraal. Neutraal. Het lijkt er dus op dat mensen toch wel kijken. Dus dat is wel heel erg tof, vind ik dat. Dat is leuk. Een heleboel mensen waarvan je denkt van, nou die... Je vroeg nog op Jammer en op Twitter, geloof ik, van of mensen het nog ergens over wilden hebben. En toen zei iemand, ja, vraag aan de mensen in de schoonmaakhal hun mening. Oh ja, in de zuighal, hè? En daar heb ik zo'n hekel aan. Aan mensen de mening vragen. Ja. Yeah. Dan gaan we aan zomaar willekeurig iemand op straat vragen wat hij vindt van iets heel specialistisch. Dat is... Who cares? Nee. Wat ik vind van iets wat ik niet begrijp. Dat is toch niet interessant? Nee, inderdaad. Vind ik. Dan moet je het eerst uitleggen of je moet toetsen of ze er veel van weten of niet. Aan een front-end developer vragen wat hij van iets heel specialistisch op het gebied van politiek vindt. Dat is toch een beetje dommig, denk ik dan. Daar hebben we toch politici voor? Ja, precies. Vraag het aan een politicus. Dat is interessant. Tenminste, je mag hopen dat die er dan veel van weten. Maar ja, inderdaad. Nou ja, in ieder geval... Is dat een vak? Dan mag je ervan uitgaan. Als je mij vraagt van hoe zit dat met zussen me zo met CSS, dan zou ik daar antwoord op moeten kunnen geven. Ja, redelijkerwijs, precies. Ja. Ik snap dat nooit. Ja, nee, de goed. Mening van. Ja, nee, goed. Mensen die zijn wel, die vinden het geven van meningen natuurlijk heel erg leuk en vermakelijk. Dat doen wij ook, ja. Oh, wat vinden zij dol? Of wat zijn ze dol? Dat klopt. Ik geef ook mijn mening de hele tijd over dingen waar ik eigenlijk helemaal niks van af weet. En dan moet ik volgende week daar weer op terugkomen. Ja, precies. Ja. Hey, maar... Kijk,
kijk, en dat is misschien ook, ik noem het ook altijd zo, ja, we geven onze mening zodat we heel zodat mensen daar een voordeel uit kunnen halen. Maar wat ik nog veel belangrijker vind is dat de onderwerpen die wij behandelen, dat mensen daarover gaan nadenken. Dat ze dus niet zeggen van, oh wat interessant, nou dat schrijf ik op en dan kan ik dan vervolgens herhalen aan andere mensen. Ja. Maar... ja, dat is heel erg belangrijk, dus ik hoop dat je aantekeningen hebt gemaakt. Heel goed punt. Ja. Ja. Maar vooral, het is food for thought. Denk er zelf eens over na, wat is jouw mening ervan? Ja. Daarom probeer ik ook de boel net iets scherper in te steken dan ik normaal zou doen. Maar natuurlijk, alles is onderhevig aan nuance. Ja, ja, ja. Behalve mijn mening natuurlijk, want dat is de belangrijkste mening ooit. Altijd genuanceerd. Alles wat ik zeg. Ja, hè? Dan sta je echt onbekend, hè? Ja. Ja. Oh ja, en ik ben met het andere... Nou, ik heb eerlijk gezegd helemaal geen feedback gekregen. Nee, ik ook niet. Ik vond het wel een beetje teleurstellend. Ik dacht, laten we eens gaan vragen van waar mensen meer meningen over willen hebben. Of waar we een goede discussie over kunnen voeren. Maar nee, dat valt nog een beetje tegen. Nou ja. Nou goed, misschien hebben we in onze doelgroep op Twitter nog niet gevonden. We hebben natuurlijk ook niet een enorme groep mensen die... Nee, goed, maar ik denk wel juist mensen die... Tenminste, daar ga ik vanuit. Dat mensen mij op Twitter volgen omdat ze de dingen die ik uit interessant, leuk of vermakelijk vind. Ja, ja. Of allemaal. Maar ja. Zo, de ster ligt er helemaal achterover. Ik zal het straks wel even recht leggen. Heel goed dat het raam aan de binnenkant schoongemaakt is. Ja, Vasilis. Ja. Misschien moet je toch nog even stoppen in de zuigerhal. Ja. Wie heeft dat woord verzonnen, joh? Is dat niet een term uit de gemalenwereld of zo? Ja, hè? Ja, Lennart. Ik ben trouwens gestopt met de Daily Nerd. Volgens mij was ik dat bij de vorige editie van de Wasstraat nog niet. Nee, dat klopt, ja. Toen schreef ik nog voor Smashing Magazine. Ja, je was al wel gestopt met Smashing, geloof ik. Nee. Niet? Daar ben ik namelijk tegelijkertijd mee gestopt. Oh, oké. Okay. Nou. Maar, vertel eens waarom. Het kostte me te veel tijd. Denk ik al. En er zijn andere dingen die die tijd beter kunnen gebruiken. Ik wil me inderdaad met wat andere dingen bezig gaan houden. Dus het schrijven van wat meer diepgaande artikelen in plaats van korte commentaartjes en uitleggen bij andermans artikelen dacht ik van nou laat ik zelf af en toe een artikel schrijven. Oké. Okay. Dus ik heb één artikel geschreven over hoe je zelf up-to-date kunt blijven op Smashing Magazine. Dus dat je de Daily Nerd niet meer nodig hebt. Oké, okay. Een cursus Daily Nerden. Ja, doe het zelf. Ja, nice.